bent geplaatst willen hebben. Corine van der Linden. Ik ben ondernemer van de Reshop hierachter. En ik werd vannacht uit mijn bed gebeld dat de gyromaten waren opgeblazen. En nou, je ziet het hier achter me. Het is een flinke ravage. Dus heel vervelend. Dat wordt niet open vandaag? Ik ben bang dat het niet gaat lukken. Ik hoop eigenlijk aan het eind van de dag dat we wel weer open kunnen. Maar ja, wat de gemeente ook zegt, veiligheid voor alles. Als er een plafondplaat op iemand terechtkomt, dan zijn we verder van huis. Dus we gaan er maar gewoon goed opruimen en hopen dat het allemaal snel weer open gaat. Schade in de winkel bij jezelf? Ja, plafondplaten naar beneden, een paar wenskaartenmolens om. Maar de ergste schade heeft mijn overbuurman toch opgevangen, want daar is gewoon de luchtverplaatsing heen gegaan. Maar dat kan hij je ook wel even vertellen straks. Is schrikken dit? Schrikken, ja. En eigenlijk, je verwacht het altijd. Ik had al als zoiets van, nou, het gaat gewoon een keer gebeuren. En dat zet je op een gegeven moment wel van je af. En toen ik vannacht gebeld werd van, er is een plofvraag, dacht ik, oh god nee, wat tref ik aan. En als je het dan nu achter je kijkt, denk ik, ja, het is toch best wel een flinke ravage. Maar, sterkte ermee. Komt goed, dankjewel. Martijn Siegelaar, van de drooggisterij Mamojo. Schrikken? Ja, nou ja, we hoorden de eerste klap, want we wonen hier vlak achter. Dus we hebben eerst een hele harde klap gehoord. En ja, een paar seconden later ging mijn telefoon al van de alarmcentrale. Dus dat ging vrij snel, ja. En dan schrik je wel, maar ja, het is niet de eerste keer dat we worden gebeld. Dus in die zin was ik nog niet op de hoogte van wat er aan de hand was. Nee. Dan kom je hier aan en dan? Zie je lintjes. En dan denk je, oh, er is toch meer aan de hand dan alleen maar een foutmelding of een vals alarm. En nou goed, dan loop je eromheen en dan zie je dat al de ruiten eruit liggen. En dat de pand ontzet is en dat soort zaken. Dus dan, ja, dan kijk je wel even verrast op, ja. Ja. Je gaat niet open vandaag? Niet om 9 uur, nee. Nee. We hebben wel glasscherven in de aanbieding. Dat, Veel schade? Ik durf het niet in te schatten. Nee, ik zie dat de pui is sowieso stuk. Dus dat is dat één. We hebben wel heel veel door de glasschade, zeg maar, hebben we de producten aan de binnenkant. Gelijk achter de ramen zijn allemaal stuk. Dus die kunnen we in ieder geval wegdoen. Ik zag plafondplaten scheef hangen. Dus ik weet ook niet wat er boven het plafond nog mis is. Ik weet niet wat er met het alarmsysteem is, met de camera's. Alles. Nee, geen idee nog. Nee. We mogen er nog niet bij. Dus, Sterkte met opruimen. Dankjewel.